We zijn hier in het cultuurhuis Heemskerk en er zijn hier heel veel instrumenten. Onder andere de djembe en Moussé Dramé, docent bij cultuurhuis, die geeft les in de djembe. Toch, ja, Moussé? Ja, ik geef les in de djembe. En wanneer doe jij dat? Welke avond of zo? Ik doe dat op woensdag. Op woensdag? Op woensdag. Woensdag we beginnen om half zes. Daar beginnen we mee. En tot 9:15. En jij doet al heel lang lesgeven. Ja. Wie zijn jouw deelnemers eigenlijk? Nou, mijn deelnemers zijn van kinderen tot met volwassenen. Zijn mijn deelnemers zijn, je kan kinderen die... Nu heb ik een kinderen die 18 jaar en heb ik ook een volwassen die 81 jaar. Van 8 tot en met 81 jaar kunnen ze allemaal bij jou die op les? Die kan allemaal bij mij op les. En dan hebben we hier een heel mooi instrument staan, ja. De djembe. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Djembe, nou, dat vind ik heel leuk dat je me dat vraagt. Djembe is een hele belangrijke rol. Ik kom uit West-Afrika en djembe die is dan een van de hoofdinstrumenten daar. En djembe... kan je gewoon, ik moet zeggen dat je, als je iets met sociaal, met familie of met groepjes, met samenhorigheid, speel je djembe. Als je mensen gaat trouwen, speel je ook djembe. Als je kind geboren voor de naam bekend werd, speel je ook djembe. En djembe is eigenlijk, ik moet zeggen, samenhorigheid spelen. Dat je kan met z'n allen gaan spelen. En djembe is volgens mij ook altijd feest. Is feest. Als je djembe ziet, dan zie je meteen gelijk feest. Want ik vind met djembe, het is wel een heel indrukwekkend instrument. Hij komt echt bij je binnen. Ja, ja, ja. Dat is ook zo. Als je djembe speelt, dan voel je hem helemaal. Ja, omdat djembe, je hebt hem tussen je benen zo. Je speelt met je hand. Dus alles is gewoon dat je voelt. Dat is een vel en een huid en alles. Zodra dat je speelt, dan voel je gewoon van binnen met je hele lichaam. En dat is een heel fijn gevoel. Dat ontspan en dat relax, dat voelt het goed. Dat alles, voor kinderen en volwassenen en jouw hersenen, die gaan ook in beweging. Dat is een hele actuele instrument. Je wordt er helemaal blij van. Je krijgt er weer van. Energie. Je wordt er helemaal vrolijk van. En volgens mij heb je ook verschillende ritmes met djembe. Ja. Kun je ja. daar iets over vertellen? Nou, de ritmes. Wij hebben in Afrika zijn ritmes. Als mensen die werken op land, hebben we een speciale ritme voor. En als je bijvoorbeeld, ik zeg een voorbeeld, dat de boeren werken op land, een muzikant gaat hun spelen. En, kun je dat laten horen? Ja, tuurlijk kan ik het laten horen. Dat vind ik leuk om laten horen. Geweldig! Ja. Kijk eens bijvoorbeeld, als je mensen werken, boeren werken op land en die werken heel hard en een muzikant gaat voor hun spelen. En eigenlijk, als zodra de muziek spelen, dan ligt de werk wordt weer lichter. Dan wordt zijn werk heel zwaar en als ze muziek maken, dan wordt het lichter. En bijvoorbeeld, de boeren zijn er nu aan hun werk op het land. Ik ga een mooie muziek maken voor de boeren. Kijk eens hier. Leuk, mensen die werken in het land en wordt je muziek gemaakt. Nou, dan ga je toch vanzelf werken, hè? Ja. Dan gaat het helemaal... Dat is toch fantastisch? Ja. En als mensen nou graag bij jou op les willen, hoe kunnen ze zich dan aanmelden? Je kan aanmelden via de website. Of je komt langs. Of je kan met mij proefles draaien.